Misschien vertellen wat u zich onderscheidt aan de rest van de boomkwekerijen? Ik produceer hoofdzakelijk plantgoed en dan in een kweektree voor doorkweek naar voor andere kwekers. En nou, het is makkelijker te verwerken dan een losse penele. Kun je in het kort uitleggen wat je nu precies bedoelt? Ik dacht dat deed, maar... we kweken plantgoed en dat hoofdzakelijk gaat dat door naar andere kwekers. En wij doen dat dan in een kweektree, omdat dat makkelijker te verwerken is voor die mensen. En dan snoei je dat een paar keer, dat het een beetje compact in borstel blijft. Dat je dan een beter product hebt als concurrenten. Oké, dankjewel. Nou, dat weten we genoeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zie hier aan de achterkant van u zie ik prachtige soort van coniferen staan. Ja. Kunt u daar eens iets over vertellen? Want ze zijn wel heel erg bijzonder. Ja, nou bijzonder. Voor ons ook nog steeds wel een beetje bijzonder. Wij proberen nog een coniferen assortiment te kweken wat niet meer zo gangbaar is. Wat lastig is om te kweken omdat het allemaal uit veredeling is. En daarin proberen we dan ook nog wat nieuwe variëteiten uit Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en dergelijke te krijgen. En die kunnen hier gewoon dus bestaan. Dus als ik ze zou kopen en mijn tuin zit, dan blijven ze goed? Ja, dat is geen probleem. Wij doen zo'n beetje 70% export naar het oosten van Europa. Dus met veel strengere winters. En dan wordt de selectie ook vaak toegepast op winterhardheid. Dus in Nederland geen probleem. Oké, dan hebben we nog één vraag. Als je zo'n boom kweekt, moet je daar speciaal voor snoeien? Of is dat echt zoals het zaadje dan gemanipuleerd wordt, zal ik een van me noemen? Of is het echt met knip- en snijwerk? Nee, snoeien doet groeien, maar het zijn wel allemaal variëteiten. Als het bolvorm zijn, zijn het ook die van origine bolvormig groeien. Dus je hoeft niet bolvormig te knippen. Maar daarna snoeien is natuurlijk wel goed voor een plant om meer vertakking te krijgen en de plant in goede conditie te houden. Nou, één.